De eindstrijd om de nationale titel damesturnen die in Leeuwarden werd gehouden kreeg een bijzonder spannend karakter doordat vijf meisjes met slechts gering onderling verschil uit de halve finale naar voren waren getreden en doordat Leni Lens haar titel niet kon verdedigen. Dini Krul startte met de beste papieren, maar zij zag haar voorsprong verloren gaan. Bij de vrije oefeningen kwam vooral de jeugdige Nel Frits uitstekend voor de dag. Met stijgende bewondering volgde het publiek de verrichtingen van dit Vlissingse meisje, dat haar oefening op gracieuze en zeer lenige wijze afwerkte. Verrassend goed was ook de Haarlemse turnster Rini de Wolf op de brug met ongelijke leggers. Met een feilloze salto beëindigde Rini de Wolf deze oefening. Haar clubgenote Beb Drommel, die intussen Dini Krul van de eerste plaats had verdrongen, voerde op de evenwichtsbalk een zeer evenwichtige, zij het voorzichtige oefening uit, die haar echter voldoende punten opleverde, zodat ze haar voorsprong kon behouden. Beb Drommel was kennelijk blij dat ze het er goed van afgebracht had. Aan de ringen greep Dini Krul, die intussen naar de derde plaats was afgezakt, haar kans om nog als tweede te eindigen. Boven het deskundig oog van Klaas Boot zwaaide ook Beb Drommel in perfecte balans door de lucht. Met een gewaagde salto keerde Beb Drommel terug op de begane grond, waar ze als nieuwe kampioene van Nederland met bloemen begroet werd.